We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Ab Osterhuis is de Famke Louise van 2020. Trouwens, Erik, partijprominente. Dat zijn gewoon studenten. Jort heeft gezegd, het is een rampzalige man. Maakt alles ondergeschikt aan zijn eigen ego. Wij willen alleen maar weten of die adviezen eerlijk genomen zijn en niet met een ander belang. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Gigs. Mijn wekelijkse podcastshow waarbij ik altijd ga bellen met mijn vaste compaan live vanuit Portugal, Erik de Vlieger. Het was een hele roerige week met uiteraard het koningsdrama bij Forum voor Democratie. Daar gaan we het over hebben. En we gaan daar waarschijnlijk ook nog wat interessante feitjes over onthullen. Maar uiteraard, we hebben het aangekondigd. Hoe zit het met de vermogens van Jaap van Dissel en Ab Oosterhuis? En de dood van Maradona. Heeft Erik dat ook geraakt? Mij in ieder geval wel. En we zullen hem eren op de manier zoals dat hoort. Daarnaast nog heel veel andere dingen die ik met Erik ga bespreken. Dus genoeg intro. Tijd om te bellen met Erik de Vlieger. En dit keer echt riemen vast. Muito bom dia, senhor Geirat. Muito bom dia, senhor de Vlieger. Erik, todo ja. Mundo fico loco. Sí, todo mundo é loco. Todo mundo ja, é loco. Ja, é loco, ja, oh. Ja, ja. De wereld is gek aan het worden, Yves. Wat een week. Wat een week. Wat een week. Die toeslagenaffaire, Baudet. Weet je, die corona gaan we nou wel... We hebben veel te bespreken, man. We hebben een spannende lijst ook. Ja, ja, je hebt een mooi draaiboek, heb ik gezien. We hebben Jaap van Dissel, we hebben Ab Osterhuis, we hebben het geheim van de echte partijprominent van Forum voor Democratie. Ja, the man of 6 million. Hey Yves, even iets luchtigs om mee te beginnen. Ja. Ik heb gisteren AZ, PSV en Feyenoord gezien. En natuurlijk de dag ervoor Ajax. Ik ben wel optimistisch. Ja. Nee, PSV hebben een geweldige wedstrijd, man. Ja, en Feyenoord, die toch die tweede helft op 0-0 hield. Dat vind ik toch fantastisch. Ja, AZ tegen de bovenste van Spanje. Ja. Ik heb echt wel goed gevoel. Nou, terecht. Goed gevoel. Sport is zeg maar de doping van het leven. Dat hebben we wel gezien deze week in Argentinië. Hoe belangrijk een voetballer kan zijn voor een land. Maar je hebt het al voor luchtig beginnen. Ja. Dus ik dacht, Erik, we gaan vrolijk beginnen. En toen dacht ik, wat voor week was het? Daar gaan we even naar luisteren. Naar de mooie Hedy Lester van 1977. In de malen molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom, draai met die malen molen mee. Lekker, hè? Zullen we hem even zingen? De malen molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. Heel goed. De molen draait ook zonder jou. Je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom draai met die malen molen mee. Ja, heel goed. Goed, ja, ik ken mijn klassiekers houden. Heel goed, vriend. Hey Erik. We gaan beginnen met Ab Osterhuis. Ja, goed idee. Goed idee. Ja, wij hebben... Goed idee, ik, ja. Ja, even, we hebben vorige week... We krijgen veel reacties over Ab. Wat we gedaan hebben... Ik heb nog wat extra mensen aan het werk gezet... om die balansen te begrijpen. Nou, dus conclusie nummer 1. De balansen kloppen niet. Want... de jaarrekening die in 2017 door zijn vennootschap Admeos BV is gedeponeerd, die laat een negatieve situatie zien van een opgevaagde storting. Dus er wordt zeg maar geld uit die vennootschap getrokken. We hebben het vorige keer over gehad. 5,5 miljoen. Dus het verschil, zeg maar, tussen die storting eind december 2017. En je ziet ook dat wordt vermeld in de Kamer van Koophandelregistratie van 2018, 18 januari. Nou, ik heb fiscalist nummer 1, die zegt tegen mij... Dit is een klassiek voorbeeld van een kasrondje
Ja. Om de box 3-heffing te ontwijken. Ja. Dus even voor de mensen die dat niet begrijpen. Als je dus 5,5 miljoen vermogen hebt en je doet zo'n... Dat kan niet meer tegenwoordig, maar vroeger of 2017 kon dat wel. Dan kan je dus 1,2% box 3-heffing vermijden. Dus dat is 60.000 euro. Vrij ordinair, laat ik het zo zeggen, als hij dat... Heel erg ordinair, Yves. Heel ordinair. Ja, ziekelijk ordinair. Ja. Dus dat is ziekelijk één. Ordinair. Maar wat eigenlijk veel ernstiger is... de verschillen tussen de jaarrekening van 2017 en 2018... die kloppen gewoon niet. Dus er staan andere getallen in de jaarrekening van 2017... ten opzichte van 2018. Wacht even, ik zeg het niet goed. De jaarrekening van 2018 laat een ander beeld zien. Is anders dan 2017. Ja, dus in die oorspronkelijke 2007. Dus hij loopt gewoon te rommelen. Dus dat is... Heeft hij al gedeponeerd bij de Kamerverkoophandel? 2017 of 2018, weet jij dat ook? Ja, ja. Enkelvoudige jaarrekening zonder toelichting. Ja. Ja, en die toelichting maakt het... Ik heb het dus aan de fiscalist gevraagd. Ik heb het ook nog naar twee accounts gevraagd. Die zeggen allemaal los van elkaar... het is niet te begrijpen. Er klopt iets niet. Nou, punt. Mm-hmm. Buiten het feit dat we niet weten hoe die aan die 5,5 miljoen komt. Dat is de volgende vraag. Dus, ja. En we gaan het ook straks even hebben over waarom wij hier zo nieuwsgierig naar zijn. Waarom wij hier überhaupt over praten. Ja. Nou, ja. En waarom doen we dat nu niet? Nou, is goed. Waar ik onder de indruk van ben, Yves, kijk, er zijn twee vragen die wij ons deze week gesteld hebben. Eén, hoe komt hij aan het geld? Ja? Mm-hmm. En twee, en dat is onze irritatie, dat is ook eigenlijk ons doel. En ik ben echt onder de indruk hoe jij met de redactie van Op 1 gesproken hebt. En je bent erachter gekomen met na tellen dat Ab Osterhuis dit jaar... Let goed, luisteraars, 25 keer bij Op 1 is geweest. Ja. Toen ben jij even gaan schrijven naar Op 1. Redactie terug. Oh, je valt even een beetje. Ben je aan het wandelen of zo? Ja. Oh, je viel, het geluid was even niet goed. Ja, ga door. Dus jij hebt contact gehad met de redactie van Op 1. Kan je dat uitleggen? Ja, dus het eerste wat ik gedaan heb is... ik heb een appje gestuurd aan Jort Kelder... over... redactie, hè? Nee, presentator. Maar ik zeg even wat de looproute is geweest. Okay. Nou, Jort heeft... daarom vind ik Jort ook een fijne gozer. Die heeft gezegd, het is een rampzalige man. Maakt alles ondergeschikt aan zijn eigen ego. En ik blokkeer hem op mijn donderdag. Nou, dus dat is... Zo. Ja, vond ik zo. Ja, vind ik goed. Weet je dat nieuwswaardig is? Dat is ook nieuwswaardig. Ja. En we gaan ook uitleggen waarom wij dat blokkeren essentieel. Huh? Toen hebben wij aan de redactie van Op 1 gevraagd. En dat hebben dus mijn mensen gedaan. Krijgt Ab Osterhuis betaald? Hè, dus 25 keer denk je. Nou, meestal krijgen ze... Vroeger was dat gebruikelijk. Hè, dat je 1750 euro. Ja, 1500 en soms zelfs meer dan 1500. Nou, Peter R. de Vries kreeg 2500. Ja, klopt. Nou, dus die ken jij ook, Rachel Fransen. Dat is de eindredactrice van Op 1. Ja, die heeft aardige meid. Ja, precies. Dus die heeft ook gezegd, keurig, nee, dat is niet zo. Hij krijgt niet betaald en hij vraagt ook geen reiskosten. Nou, wat wij toen hebben gedaan, toen hebben wij een wat langere brief gestuurd. Ook weer aan Rachel. Rachel is het, hè? Of Rachel, ja. Ja. En we hebben haar gevraagd. Hebben jullie Ab Osterhuis wel eens gevraagd of hij misschien van andere partijen een vergoeding ontvangt voor zijn aanwezigheid bij Op 1 RIVM? Of bijvoorbeeld de farmaceutische industrie? Wat is de reden van de hoge frequentie, hè, van die factor 25? Waarom zit hij er zo vaak? En veel belangrijker, hebben jullie als redactie van Op 1 Ab Osterhuis wel eens gevraagd of hij op welke manier dan ook belanghebbende is bij de productie van vaccins tegen het coronavaccin. Ja. Ja. Hebben jullie Ab Osterhuis wel eens gevraagd of hij eigenaar is van verschillende patenten die betrekking hebben op coronavirussen? Mm-hmm. Of welke virus dan ook. Precies. En waren jullie ervan bewust dat Ab Osterhuis groot financieel voordeel heeft behaald door de inkoop van vaccins tegen de Mexicaanse griep? Dat was in 2009. Mm-hmm. Ja.
Ja. En toen ja. is achteraf ja. ook gebleken dat er miljoenen vaccins vernietigd moesten worden. Dus de ja. overheid is ja. toen helemaal ja. doorgeslagen. Hebben geloof ik 34 miljoen vaccins. Dat was nog Ab Klink. Ja. 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 Nou, en blijven we Ab Osterhuis zien? En zo ja, komen er dan ook disclaimers bij over zijn persoonlijke belangen. Nou, wij hebben Rachel, of we, mijn redactrice, heeft 3 keer nog gevraagd om hierop te reageren. Hier hebben ze niet op gereageerd. Dat vind ik wel jammer, want hier gaat het natuurlijk om. Ja, nou, natuurlijk. Dus wat, zwak. Ja, zwak, vind ik ook. Dus wat wij vinden... Wij vinden, als wij worden geïnformeerd... Hè, we zitten gewoon braaf voor de tv, we luisteren, we volgen de deskundigen. En Ab Osterhuis is by far de belangrijkste woordvoerder... van zeg maar, de bestrijding van het virus op tv... We laten ons door hem ja. informeren. Alleen het beeld wat er nu is... deze man zit daar met allerlei petten op. En de kijker heeft recht op deze informatie. En dan kunnen we nog altijd onze conclusies trekken. Maar niemand van de redactie aan die tafels die vraagt... Goh, meneer Osterhuis, mag ik u even wat vragen? Heeft u een persoonlijk belang? En dat heeft hij, want... Door al die discussies ging ik me er opeens in verdiepen, Erik. Toen ben ik gaan kijken naar al die filmpjes van 2009. Ja, ja. Ik schrok leg dat ervan. Eens uit, het filmpje. Ik heb het filmpje gezien. Hè. Ja, leg je uit dat maar is uit. Een soort het is een soort documentaire waarbij hij gevolgd wordt. En op het moment suprême krijgt hij een bericht... dat de overheid 34 miljoen vaccins gaat bestellen. Ja. En dan zijn ze... Want er is... Nee, ze krijgen een bericht... dat er een vrouw in Nederland binnen is gekomen. Een kind. Een kind van 4. Met welke ziekte? De Mexicaanse griep. Met die Mexicaanse griep. Ja, zo noemden ze dat dan ook maar. Dus, ja, precies. Dus er zit een groep met mensen aan tafel... Ja. En die worden gefilmd. En er komt een bericht dat een kind de Mexicaanse griep heeft. En ze staat gewoon op YouTube, luisteraar. Ja. En dan komen ze in een soort euforie. En dan zegt eentje, waar is de whisky? Ja. En dan zetten ze een fles whisky op tafel. En die gaan ze drinken, want ze zijn blij. Ze zijn blij dat een kind... Nou, ze zijn niet blij dat die kind het heeft, maar ze zijn blij... dat ze weten dat de overheid nu een bestelling bij hun gaat doen. Exact. En dan komt er later in het filmpje, dat is een paar minuutjes later... dan komt dat beruchte telefoontje 's avonds... dat de overheid die bestelling doet voor miljoenen... die overigens achteraf allemaal zijn vernietigd. Dus van ons belastinggeld is exact. Dat besteld. En oma Ab Osterhuis loopt dan in één met één telefoontje... misschien wel met tientallen miljoenen weg, Yves, ik heb geen idee. Maar het is zo eng als je dat bekijkt. Ja. En er is niemand... in die talkshows van de redactie, die de presentatoren kenbaar maakt, dat ze dus ook eens een keer die weg moeten inslaan. En dan, toen jij had geteld dat hij 25 keer niet als expert is geweest, maar wij weten dat hij als influencer is geweest. Exact. Advocateren voor eigen zaak hoogst waarschijnlijk. Ja? En als hij dat ontkent. Ja, dan hebben wij gewoon die jaarcijfers in 2017, 2018. En wie weet heeft hij nog meer? En waar? En in het buitenland of weet ik veel wat. Dit is alleen maar een transactie van 5,5 miljoen euro. Waar hij als klap op de vuurpijl, Yves Geirat, ook nog eens een keer 60.000 euro niet belasting wil betalen. Ja, nee. Wat zijn dat voor mensen, wat, Yves Geirat? Ja, nee, exact. Dus... Wat die reconstructie, hè, die is interessant. Want dus we zijn al die filmpjes heb ik laten bekijken van hem in 2009. En wat is het patroon? En dat patroon herhaalt hij in 2020 op tv. Dus hij is zo uitgekookt. Dus zit hij daar met dat giletje. Dus vroeger had hij zo rood over met zo'n giletje, weet je, als zo de onschuldige deskundige. En wat zegt deze man continu? De kans is heel erg aanwezig. Dus dat is ook zo'n zin. De kans is heel erg aanwezig. Dus dat virus... Ja. We moeten er rekening houden met... Exact. We hebben geen vaccin. Dat is ook een zin die heel veel roept. En hij zegt vervolgens... Hoe gaan we de capaciteit inzetten? Nu zo snel mogelijk vaccins produceren... en de overheden moeten investeren. Dat zijn 5 zinnen. Die komen continu terug. Die zie je ook weer in 2020...
En wat is zo erg? Hij speelt vervolgens de kaart van 1918, hè? Mexicaanse griep 1918. Ja. En hij doet dit, Erik. En het roept bij mij een Spaanse griep. Spaanse griep. Ja, maar precies. Het roept een woede bij mij op. Er zit dus een influencer, zeg maar, een Famke Louise die gewoon op haar manier centjes verdient. Nee. Ab Osterhuis is de Famke Louise van 2020. Maar dan op de foute manier. Want hij heeft groot belang erbij. Hij heeft er groot belang bij dat er vaccins worden geproduceerd. Waarom? En dat hebben we ook uitgezocht. Als je hem gaat uitzoeken in de registers. Hij heeft patenten. Dus de beste man is alleen maar bezig met patenten. Nou, heel grappig. Een oplettende redacteur van de Story die attendeerde ons op een interview wat Ab Osterhuis zijn ex-vrouw had. Hè? Dus dat is iemand die nauw bij hem was. En die zegt letterlijk, Ab Osterhuis is maar in één ding geïnteresseerd. En dat is geld. Dat is zijn drijfveer. Voor haar heeft hij ook een... Hebben we ook eventjes gekregen. Heeft hij dan als bonus een appartementje. Extra is altijd moeilijk. Wat heeft hij gekocht voor haar in Sloten zonder hypotheek? Appartementje van 330.000 euro, hypotheekvrij. Hij zelf heeft een heel mooi huisje. Gun het hem van harte hoor, in Amerongen. Dat was een koopsom van 920. Daar zit een hypotheek op van 515. Dus we hebben het hier over een vermogende man. Het is hem gegund, Erik. Een miljonair. We zeggen erbij, het is hem gegund. Maar ga niet over de rug van het Nederlandse volk ons bang maken zonder dat je erbij vertelt dat je een belanghebbende bent. Dus het is ook echt waar verwijtbaar naar de journalisten van op één dat ze deze vraag niet stellen. Tuurlijk. Dat kan gewoon niet, Erik. Dus wij vinden gewoon dat schuldig. Ja. En wat vinden wij? Hij moet niet meer op tv komen. Hij moet niet meer op tv. Dat is ons doel. Ik hoop dat er één iemand van op één redactie meeluistert. Ab Osterhuis mag voor zijn reclamedoeleinden niet meer op tv. Laat dat onze les zijn en we gaan volgende week door. Exact. En gelukkig... Goed gedaan, Yves. Okay. Oh, goed gedaan. Gelukkig goed heeft... gedaan. En Kelder heeft dit als enige... Nou, ja, ik blokkeer hem op mijn donderdag. Daar wil ik nog even op terugkomen. Kelder als presentator, die in principe niet helemaal uitmaakt wie er aan tafel komt, heeft gezegd voor een programma op de Nederlandse staatstelevisie. Ik blokkeer hem voor de donderdag. Wauw, ik vind bijna een kop in de Telegraaf. Ja, nou, bij deze. Ja. Goed, en we gaan door. We gaan door. Nou, Jaap, daar gaan we het straks over hebben. Oké. Daar gaan we het straks over hebben. Dat is ook tenenkrommend. What next? Nou, eerst even de toeslagenaffaire. Want door het hele circus rondom Forum voor Democratie is dat overschaduwd. Ja, ik heb een kop uit de Trouw, wat ik even aan je voor wil lezen, Yves. Dat heb ik vanochtend nog even goed bekeken. Dus Trouw, ik ben geen liefhebber van Trouw, maar er staat: top Belastingdienst wijst naar sociale zaken in toeslagenaffaire. We voelden ons onmachtig, dat zegt de Belastingdienst. Het ministerie van Sociale Zaken gaf keer op keer geen toestemming aan de Belastingdienst om minder rigide om te gaan met het terugbetalen van de kinderopvangtoeslag. Nou, Yves, ik heb een aantal persoonlijke artikelen van mensen gelezen die helemaal vernietigd zijn. Ja, dat waren echt verschrikkelijke verhalen. Mm. Ik heb die ambtenaren gezien die van de belasting, en daar hebben we allebei een mening over. Mijn mening was hele slechte mensen. Mm. Maar Yves, Wiebes, Asscher en Rutte, die ook verhoord zijn. Kijk, als we die man die dat in de Trouw schrijft moeten geloven, die hoge man van de Belastingdienst, hoe heet die? Blankenstein of Uilenbroek? Gerard Blankenstein. Ja. Kijk, die doet dus de beschuldigde vinger, die meent te zeggen dat hij naar sociale zaken is gegaan of dat daar contact is geweest. Jongens, kunnen we een beetje minder rigide ermee omgaan? Nee, heeft Asscher gezegd, of de ambtenaren bij Asscher. Kijk, ik vind dat, nou denk ik niet dat Asscher en Wiebes en Rutte bewust hele slechte mensen willen zijn. Kijk, bij de belasting zitten sadisten. Dat weten wij. Ronald Kaan ooit in de podcast gezegd. Hè? Het zijn sadisten. Ja. Oh ja, zijn sadisten. Sommigen zijn sadisten, want er zijn natuurlijk, ik wil niet al die mensen. Als we geen belasting betalen, gaat het land stuk. Dus die mensen moeten er zijn. En er zitten ongetwijfeld ook hele kundige, nette mensen bij. Daar ben ik 100% van overtuigd.
Maar dit zijn sadisten. Maar de politici die wij gehoord hebben, die zich beroepen aan... Ja, ik meen het me niet te herinneren. Ik heb geen actieve herinnering, zei Wiebes. Ik heb geen actieve herinnering. Kijk, ik vind dat zij ook slechte mensen zijn, maar vanuit ondeskundigheid. Hmm. En die mensen die zijn gekozen door andere mensen, omdat wij geen tijd of kunde of kennis hebben om hun werk te doen. We moeten nou eenmaal bestuurd worden. En als je dan op die plek komt en je maakt zo... Nou, je gaat eens misbruik. Je bent zo ondeskundig voor de kiezer die op je gestemd heeft, ja, dan ben je eigenlijk ook een slecht mens, Yves. Ja, ik heb even een lijstje. Als je even moet je eens even nagaan wat er allemaal voor het is. Frans Wekers, staatssecretaris van Financiën geweest, 2010-2014. Wiebes, VVD, hè? Wekers is VVD, Wiebes is VVD, 2014-2017. Dan Asscher, 2012-2017. Menno Snel, 2017-2019. D66 is dat. Dan die Blankenstein, 2011-2018. Peter Veld, Hans Blokpoel, Jaap Uilenbroek, Eva González Perez, Bert Marseille, Tamara van Ark, Wopke Hoekstra en Rutte. Rode draad van het verhaal? Ja, we wisten het niet. Dan denk ik echt, dit kan toch niet waar zijn? Ja. Nee, maar ja, ze zeggen het echt. Ja. En ik ben op zoek gegaan naar één zin. Hè? Dat was één goede zin van Menno Snel, staatssecretaris, deskundige man. En hij zegt, een enorme fabriek zonder oog voor de menselijke maat en een financiële bende. Dan heb je het hele verhaal. Het is echt, het is wel heel verdrietig. Hè? Heb jij dat gezien, dat Rutte ging even naar buiten voor zijn verhoor met die mensen, de slachtoffers? Hè? Dus de mensen die gewoon nog steeds die ellende hebben. En dan staat hij daar, wat verschrikkelijk, en trekt daar zo'n smoeltje bij. Ik vind, we gaan het straks hebben over Forum. Hè? Maar dit is eigenlijk... Dit is het failliet van de politiek wat daar gebeurd is. En ik ga je nog wat anders vertellen, want ze hebben het over de toeslagenaffaire. Als je dit doortrekt naar het MKB, krijg je dezelfde ellende. Dat weten jij en ik. Ze hebben precies op dezelfde manier ondernemers in Nederland helemaal kapot gemaakt. We hebben het de vorige keer erover gehad. En wij vinden gewoon, wij zijn voor belasting betalen. Daar ben ik echt heel erg zelfs. Ik ben ook voor het vermijden van al die belachelijke fiscale constructies. Daar ben ik ook voorstander van. Maar ik ben tegen het sadisme en ik ben tegen het willekeurige, agressieve beleid van ambtenaren die blijkbaar er genoegen in scheppen om mensen gewoon kapot te maken. Dat is de basis van de rechtsstaat. Dat je je beschermd voelt. Ja, dat zijn ambtenaren. Maar ambtenaren worden aangestuurd door politici die gekozen zijn door het volk. Om beleid te maken voor nu en voor de toekomst. Mijn bezwaar zit hem in het feit dat het van een prutsige ondeskundigheid is. Ik ben er echt van overtuigd dat als je niet de politiek in gaat, Rutte, om mensen kwaad te doen. Nee. Ja? Die gaan niet gekozen zijn met praatjes en zeggen, nou, ik ga iedereen kwaad doen. Ja? Dat doe je niet. Nee. Dat neem ik maar aan, anders ben je echt een duivel. Maar de prutsige ondeskundigheid, die eigenlijk ook bij Defensie zit. Ja, Defensie, de politici, dat hele defensieapparaat is gemold. Het beleid omtrent de politie. Ja, als je de Hugo de Jonge ziet, een totaal onervaren man, die dan voor onze volksgezondheid moet zorgen dat we beschermd worden tijdens corona. Die moet beleid maken op vaccins. Die moet belangrijke financiële beslissingen maken op vaccins. En dat is het niveau, Yves. Ja. Dat is het probleem. Ja. Het grote probleem is het niveau. Probleem. Kijk, als ik 5 sadisten in mijn tent heb, die zijn ervoor, ik heb 100 panden. Ja? En ik heb 5 gasten die op de verhuur zitten. Iemand betaalt de huur niet na een maand. En die wordt beslag gelegd, zijn huisraad, dingen. Die wordt helemaal gesloopt, zo iemand. Ja? Iemand kan zijn huur eens een keer niet betalen. Er zijn ook stelselmatige wanbetalers. Oké, daar moet je wat aan doen. Maar als ik dus zie dat mijn mensen als sadisten tekeer gaan bij de huurders van mijn panden, dan grijp ik toch in. Tuurlijk. Ik kan toch dan niet voor de rechter zeggen, ja, maar meneer de rechter, ik heb daar helemaal geen actieve herinnering aan. Ik wist helemaal niet dat zo was. Ik kan zeggen, ja, dit is een heel groot apparaat. Nee, dit is geen groot apparaat.
Dit is een kwestie van management. En de baas van de belasting rapporteert direct naar of dan wel justitie. En in dit geval met toeslagenaffaire, dan wel naar het ministerie van Sociale Zaken. Maar dat hebben ze geweten, hebben ze niks aan gedaan. Het is pure ondeskundigheid, Yves. En dat is het grote gevaar. Ja. Dat is het grote gevaar. Domme mensen. Kijk, domme mensen zijn gevaarlijker dan hele slimme mensen. Ja. Ja, domme mensen maken fouten die jij en ik niet verwachten. En dat wordt vergeten. En kijk, ik ga nog een stap dieper. 11, 12 miljoen stemmers, ja, 80%, 70%, die stemmen op mensen die leuk overkomen op televisie. Die een leuk verhaaltje hebben. Ja? En het is eigenlijk in principe de schuld van de domme Nederlander. En hoe bedoel je dat dan? Dat ze stemmen, nou, ja, dat ze stemmen. Okay, hoe precies. Kan je nou op Hugo de Jong stemmen? Hoe kan je nou op Sybrand Buma stemmen? Hoe kan je nou op Jesse Klaver stemmen? Hoe kan je nou op Rob Jetten stemmen? Dat zijn mensen die zijn van school lid geworden van een politieke partij. Weten niks van de maatschappij. Oké, helemaal duidelijk. 17 december komt het verslag en dan hebben we het er nog even over. Hartstikke idee. Het wordt tijd voor de uil van Minerva. De val van Erik, is dit een geval? Weet je hoe ik het noem? Een gevalletje van Queen's Gambit. Hè? Dat heb ik vorige keer ook als kijkerstip gegeven. Ja. Ja. Ik heb de trailer gezien. Ja, het offeren van stukken om uiteindelijk de koning ten val te brengen. Wat zal er in het hoofd van Baudet zijn omgegaan toen hij zei dat hij dat filmpje plaatste? Dat vond ik trouwens best wel een ingrijpend filmpje dat hij vertelde, hè, waarom hij ermee stopte. Maar heeft hij niet heel goed nagedacht? Wat denk jij? Wat ging er in zijn hoofd om toen hij die beslissing voor zichzelf nam? Kijk, ik heb twee meningen over Thierry Baudet. Ik ken hem natuurlijk persoonlijk. Ik heb hem vaak ontmoet. We hebben sociaal zijn we met elkaar omgegaan. Ik heb hem geïnterviewd. Dat is geen kwaaie gast. Ja. Alleen ik denk dat hij een beetje dom is. Ja, of dom is niet het woord, want je hebt verschil. Hij is empathisch, niet ontwikkeld zoals jij en ik ontwikkeld zijn. Hij heeft geen EQ. Hij heeft geen EQ. Maar aan de andere kant heeft hij wel helemaal eigenlijk in zijn eentje die partij op de kaart gezet. Ja, laten we eerlijk zijn. En je weet, loyaliteit is belangrijker dan de liefde. En ik ben ervan overtuigd dat hij een aantal domme dingen gezegd heeft. Want hij zegt hele cynische dingen. He? Ik heb nog nooit enige vorm van antisemitisme bij hem bemerkt. Wat niet inhoudt dat hij die opmerking niet gemaakt heeft in Tiel. Maar Thierry Baudet voelt zich nu een van de eenzaamste mensen ter wereld. Die jongen moet zo eenzaam zijn. Want die is natuurlijk heeft hij foute dingen gezegd. Maar iedereen, al zijn topstukken die hem zo in één keer verlaten. Die hem van de ene op de andere dag, en daar is eigenlijk Annabel Nanninga mee begonnen, een dolksteek in de rug hebben gegeven. Mag ik je heel even kort? Annabel Nanninga, hè? Jij stuurde mij. Kan je dat heel even voorlezen, Erik? Wat Annabel Nanninga? Gewoon, het doet me zoveel pijn toen ik het hoorde, maar ik wil dat je het gewoon letterlijk voorleest wat deze Annabel Nanninga in het kader van vrijheid van meningsuiting, want dat vindt ze allemaal erg belangrijk, heeft getweet. Doe maar. Ja, dat ga ik doen. Ik ga hem even in een 20 seconden de context plaatsen. Kijk, ik heb problemen met Annabel Nanninga voor een aantal redenen. Ze zat heel gluiperig over mij te praten bij andere mensen in een DM. Want ik werd natuurlijk bij Pont ook een soort, die televisie met die elke donderdag werd ik natuurlijk wat sterker. Dat vond Annabel Nanninga niet fijn. Vervolgens heb ik haar aangevallen op het feit dat ze altijd dobberneger zei. Ja? Kijk, ik zeg grenzen dicht, maar als mensen eenmaal drijven in de Middellandse Zee en die verdrinken, en ik lees dat, dan word ik triest van. Dat vind ik helemaal niks. Nee, natuurlijk. En zij was altijd luchtig en zij introduceerde het woord dobberneger. Toen heb ik gezegd, daar moet je mee ophouden. Ja. En toen begon zij over vrijheid van meningsuiting. Toen kwam dat hele Mein Kampf verbieden. Ja, want zij vond dat Mein Kampf niet verboden moest worden. Kan je voor of tegen op zijn. En toen ging ze om te demonstreren dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Ja, gaf ze een aantal tweets. En die ga ik voorlezen. Die worden door links wel gebruikt nu om haar te bashen, hoor. Dus het zit in een context.
1. Mijn Kampf. Je leest 6 bladzijden en je hebt meteen zin om Joden te vergassen. Mwahahaha. Hashtag vrije woord. Teven. 2. Waar blijft Jo.nl? Trouwens, met zijn humor Einsatzgroepen mag niet de pistel op Jood.nl. 3. Nog even wat Mijn Kampfen kopen. Je kan niet vroeg beginnen met de kerstcadeaus. Ste, hele nacht, ziek, heilige nacht. 4. Gas geven als je een Jood ziet. Old habits die hard. Hashtag Demjanjoek. 5. Krijg toch allemaal de kleren. Word voor mij part allemaal Jood. Hashtag Holocauststraatspektakel. 6. Heil Hitler roepen is op zichzelf ook volkomen ongevaarlijk. Kijk, dat zit natuurlijk wel allemaal onder het kader van... wij mogen zeggen wat we willen, maar je zal als Jood dat maar lezen. Ja. Ja? En daarom vind ik het ook heel vervelend, echt heel vervelend... dat zij valt over een eventuele antisemitistische opmerking van Thierry Baudet... en dat Esther Voet van het CD, of van het NIW... achter Annabel Nanninga staat. En deze tweets... Kijk, nogmaals, je moet ze in een context plaatsen. Ja? Want het ging om vrijheid van meningsuiting. Maar dan nog... internet vergeet niet. Nee. Dus enerzijds de domheid is erger. De kwaadaardigheid weet ik niet. Want ik denk dat Annabel Nanninga geen antisemiet is. Ik weet dat eigenlijk wel zeker. Maar door dit ook op te schrijven, geef je aan dat je alles mag zeggen. Maar dan mag Thierry ook alles zeggen. Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel de kern. Want ik moet je zeggen, kijk, ik gisteren om 8:00, hè, opening NOS-journaal. Nou, ze zetten Baudet neer als een nazi eigenlijk. Nazi? Ja, nazi, wat ze niet doen, dat vind ik vind dat echt best wel schrijnend. Hè? Kijk, de NOS moet ons gewoon informeren. We hebben het al vaker gehad over de NOS. Maar wat ze niet doen bijvoorbeeld is de steunbetuiging van Hans Mulders. Hè? Dat was de oude lijfwacht van Fortuin. Dat is echt een mooie man. Weet je? Maar die man, daar voel ik me dan. Die komt op voor Baudet. Die zegt heeft ook bij hem gestaan. Ik vond dat een mooie steunbetuiging. Daarnaast de penningmeester Olef, Efraim, die ook letterlijk een verklaring geeft op de Telegraaf. Die zegt, ik heb Joodse roots en hoe, weet je? En nou, en dus nu wordt het oorlog, zei hij ook. Ja, dus we, er is terecht, we gaan het ook hebben over waarom we kritiek hebben op Baudet. Maar om hem te framen als een soort nazi-leider, het is echt schandalig. Het is ook echt heel smerig. En kijk, en het is wel zo, en dat doet hij onhandig, hè? Ik heb even een beetje rondgebeld. Kijk, wat daar heeft plaatsgevonden, hè, in Tiel... Dat was, dat moet je in allerlei verschillende contexten plaatsen. Dus hij heeft wel degelijk de opmerkingen gemaakt die Erik, partijprominenten. dat zijn gewoon studenten. Die Eva, studenten. Hoe heet ze? Eva en die andere. Vlaardingenbroek. Vlaardingenbroek. Ja, en dan die andere. Nicky Pauverwijn. Partijprominenten, hou eens op. Ja. Ik bedoel, Hans Wiegel is een partijprominent. Ja. Dus het is gewoon een studentenklug daar bij dat Forum voor Democratie. Ik denk dat we het zo kunnen omschrijven. Ja. Het is ook wel weer het bewijs hoe smerig politiek is. Hè? Dus, maar geloof jij nou wat hij zegt? Maar Baudet zegt, is een trial by media. Kijk, dat doet hij zo onhandig. De media de schuld geven, de media de schuld geven is dom. Is gewoon dom. Maar jij weet net zo goed als ik, Yves. Wij hadden toen een uitzending dat we nieuws hadden over Jesse Klaver, Rutger Grootwassing en Femke Halsema. Ja. En we hadden dat nieuws over die Amerikaanse ambassade, over het zogenaamde fundraising diner. Ja. En de Groene Amsterdammer. En toen ook de NOS een hele flikker zaak pakte Baudet en niet Jesse Klaver. Jij weet net zo goed als ik dat Parool, Trouw, Volkskrant, Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, NOS, altijd op Thierry Baudet loeren om hem te laten struikelen. Hmm. Ja, ik bedoel, er is geen 10%, 1% nieuws geweest van het meisje wat van moslimbroederschap die 9e op de lijst van GroenLinks kwam te staan. Hmm. Daar is een beetje over geprutteld. Een beetje, Maar er is verder helemaal niks op gezegd. En dat is eigenlijk ook al heel erg kwalijk. Ja. Dus de trial by media, dat had hij niet moeten zeggen.
Ja, want je moet de media nooit de schuld geven. Nee, maar dat doet hij onhandig. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Die komt altijd terug. Daar heb je niks aan. Nee, maar dat is ook wat hij zo onhandig doet. Ik weet nog van Fortuyn. Ja. Ik zat nooit vergeten. Fortuyn, die ging in, wat was het nou, augustus 2001 of zo. Daar dacht hij opeens, ik wil de politiek in. Ja, dat zijn heel veel mensen vergeten. Hè. Hij stond toen op de lijst van Leefbaar Nederland. Nou, toen kreeg hij ook zo'n dolksteek in zijn rug. Ik kwam hem toen tegen bij in Noordwijk. En toen was hij helemaal down the drain. En toen zei hij tegen mij... Ja, zegt hij, Yves, dit gaat hem niet meer worden. En toen zei ik, hoezo niet? Ik zeg, de mensen stemmen op jou. En niet op al die mensen die daar nu zitten. Ze hebben op jou gestemd. Ja. Als jij morgen gewoon weer jezelf vermant... En je gaat jezelf weer in je eigen kracht zetten. En moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Nou, dat hebben we gezien. Maar Fortuyn deed het spel slimmer. Ik heb hem ooit gevraagd, wat heb jij nou met Harry Mens? Want Harry Mens was toen voor hem een heel machtig medium. Er keken heel veel mensen naar. En toen zei hij die mooie zin. Ach, Yves, zegt hij, Harry gebruikt mij en ik gebruik Harry. En zo werkt, zo werkt het spel. En dat is het zo. Kijk, en Fortuyn heeft al zijn media... partnerships heeft hij verbrand. Hij had natuurlijk een hele mooie samenwerking kunnen... en ik denk, de luisteraar, werkt dat zo? Ja, dat werkt zo. De Nederlandse media werkt samen met de politiek. Er wordt gelekt. Ja, natuurlijk. Er wordt gelekt. Er je moet deals maken. Kijk naar Amerika, hoe Trump deed toen met Fox... Het is dat gewoon... gaat de hele dag door, luisteraar. De mannen van de partijen in de politiek, de 150 Kamerleden, ze hebben allemaal contact met journalisten. De spindokters hebben allemaal contact met journalisten. De journalisten willen allemaal wat nieuws hebben, zodat ze als eerste zijn. En dan kunnen ze thuis voor de televisie zeggen dat ze het gedaan hebben. Dat is een beetje onderdeel van het vak, dat is prima. Maar alles is voorgekookt. Geloof me, alles is voorgekookt. Ja, want dat heel grappig. Dat is een mooi stukje historie. Is 18 jaar geleden. Toen was er nog Kees Lunshof. Dat was de politieke columnist van de Telegraaf. Die heeft werkelijk waar. Die is tekeer gegaan op een manier naar Fortuyn die ze weer gaan niet kent. En op een gegeven moment, toen realiseerde de hoofdredactie van de Telegraaf zich. Ja, dit gaan we niet winnen, deze wedstrijd. En toen hebben ze de beruchte foto gemaakt. Dat was toen nog met Martijn Koolhoven. Op het strand in Noordwijk met het hondje. Waarin de Telegraaf eigenlijk vrede sloot met Fortuyn. Ja. En dus Kees Lunshof, die is helaas al verleden. Maar die verloor de wedstrijd. Maar Fortuyn speelde dat spel goed. En Thierry is gewoon niet gepokt en gemazeld. Hoe hij denkt om te kunnen gaan met de media. En dat is zijn zwakte. Hij heeft iets labiels, vind ik. Hij heeft ook iets narcistisch, vervelend woord, maar toch is het zo. Ja. Zijn we allemaal een beetje, Yves? Jij en ik ook, hè? Zeker, soms wel, maar goed, dat is het. Ja. Hey, over Thierry, we moeten misschien niet heel erg lang, want we hebben zoveel te bespreken. Ja. We zijn al half weg. Kijk, ik vind ook wel dat het tijd wordt, Yves, en dat wil ik even tegen je aanhouden. Je weet dat we toen die scoop brachten over die Amerikaanse ambassade, wat zo groot is opgepakt. Hmm. En dat we in die eerste uitzending, en jij was daar geweest, dat jij vertelde dat er een CDA prominent politicus aanwezig was. En dat vond ik toen nogal wat. En toen hebben we eigenlijk besloten, de laatste 4-5 weken, om die naam niet te noemen. Ja. En ik ben nog eens goed na gaan denken. En ik ben het eens gisteren gaan uitzoeken. En hoe die lijnen lopen en die artikelen lopen. Daar heb ik wat over te zeggen. Maar ik wil die naam noemen, Yves. Ja. Ik wil die naam. Ik vind dat we hebben al 4-5 weken zitten we niet te vertellen. En ik heb trouwens gisteren echt een paar vragen gehad van mensen op social media. Ze zeggen, wie was het nou? Ja, ik vind dat we die naam moeten noemen, Yves. Ik weet niet of je daardoor in de problemen komt. Kijk. Ik wil je toestemming, ja of nee? Dat is het enige. Ja. Kijk. Oké, dames en heren. Zei je nou ja? Ja, nee, ik kan jou toch niet tegenhouden. Oké, dames en heren. Op 14 oktober 2010 werd hij staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en innovatie. U kent hem wel. De man van het briefje tijdens Pauw en Witteman. Mauro, de Angolese asielzoeker. De man die CDA-prominent, die in de ambassade was tijdens het zogenaamde fundraisingsdiner bij ambassadeur Hoekstra, georganiseerd door Forum voor Democratie,
was Henk Bleker. Nou, ja. Henk Bleker is echt CDA. Echt deep state CDA. Wat moet Henk Bleker op de Amerikaanse ambassade tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie? Ik vind dat uniek. Hmm. En weet je waarom ik dat nog unieker vind? Kijk. Ik heb gekeken, want de luisteraar weet misschien niet dat de Groene Amsterdammer jouw nieuws oppakte. En dat werd landelijk nieuws. Hmm. En dus ik heb gekeken wat de NRC erover schreef. Waarom de NRC? Omdat Henk Bleker getrouwd is of een relatie heeft met ene mevrouw Barbara Rijlaarsdam. Dat is de plaatsvervangend chef economieredactie NRC. Die hebben ook een kind. Die hebben elkaar ook ontmoet in het Haagse, volgens mij. Het is wel leuk, word je geïnterviewd, ga je met elkaar naar bed, krijg je een kind. Uniek. Ja, oké, prima. Ja, prima. Ja? Maar dus ik heb ook gekeken wat het NRC erover geschreven. Het NRC was een Stefan Alonso, dat is een journalist van de NRC. Dus dat is een collega van Barbara Rijlaarsdam. Die NRC, die kerel, die Alonso, die heeft verschrikkelijk hard uitgehaald. Verschrikkelijk hard uitgehaald op Forum voor Democratie. En verschrikkelijk hard uitgehaald tegen de Amerikaanse ambassadeur. Dat kan allemaal niet. Terwijl de man van zijn collega aanwezig was. Vind je dat niet een beetje incestueus? Vind ik een beetje raar. Maar kijk, Erik. Of vind je dat niet? Jawel, tuurlijk. Kijk, wat de interessante vraag is. Weet de hoofdredacteur van het NRC dit? Kijk, nee. Het NRC is natuurlijk een krant al heel lang, hè, met twee agenda's. Hè. We hebben toen op een gegeven moment, dat weten wij, jij en ik nog heel goed, toen was opeens Peter van der Meers, werd de hoofdredacteur van het NRC. Toen ging hij nog bij De Wereld Draait Door zitten. Bij, hoe heet hij, bij Matthijs. En wat zei hij toen over de Volkskrant? De Volkskrant is onbetrouwbaar. En er zat hij naast die hoofdredacteur destijds van de Peter... Hoe heet hij nou, die hoofdredacteur van de Volkskrant? Met die Sylvia Witteman is getrouwd. Ja, tuurlijk. Die is nu de baas daar. Philip Remarque. Wat denk je trouwens dat Philip Remarque verdient? Die was altijd een brave hoofdredacteur. Geld interesseert hem niet. En toen mocht hij opeens de directeur worden... Bij de persgroep, toen ging zijn salaris omhoog. Die zit nu op ongeveer 5 ton. Vind ik dat zo grappig. Weet je, het maakt me allemaal niet uit. Maar ik word dat zo moe van al die journalisten... die dan van zo'n linkse krant gaan vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En zodra ze dan dubbel salaris kunnen pakken... je weet niet hoe hard ze kunnen rennen. Ja. Maar even over die Peter van der Meers. Die vertelt dus, Volkskrant Erik is onbetrouwbaar. Ik zou een leuke anekdote vertellen. Derek Sauer... daar heb ik ooit een bedrijf mee gehad in Rusland. Die had toen via het gesprek een hele slimme deal gemaakt... waardoor die mede-eigenaar werd van het NRC. En toen belde hij mij op. Toen zei hij, Yves, we willen graag een mooie special maken. Kan jij dat niet doen? Jij snapt hoe dat werkt. Nou, dus... Weet ik nog. Hele mooie bijlagen. Ja, precies. De NRC Deluxe. Dus ik maak een deal met Dirk. En toen kwam opeens die Peter aan boord. En we hadden toen afgesproken bij Dirk thuis... In Amsterdam, bij het Centraal, heeft hij een mooi appartement. Dus ik kwam keurig op tijd. En mijn toenmalige hoofdredacteur, die voor mij allerlei producties deed, Onno Aarde, die moest ook bij dat gesprek zijn. Maar Onno was een beetje laat, dus ik was op tijd. Dirk was op tijd. Ik denk, ik had een vermoeden. Dus ik appen, waar blijf je nou, waar blijf je dan? Ik kreeg geen reactie en ongeveer een minuut of zo voordat hij binnenkwam. Ik kom eraan. En toen kwam die Peter vlak daarna. En wat had die Peter gedaan? Die was eerst even, had hij een afspraak gemaakt met Onno. Heb ik Onno ook heel erg kwalijk genomen. Om te begrijpen wat Onno allemaal deed. Om eigenlijk mij buitenspel te zetten. Dus de eerste daad die zo'n Peter van der Meers doet... is over de rug van mij. Over de rug van Dirk Sauer. Over de rug ook zelfs van Onno. Meteen al zo'n vuile, vieze, achterbakse streek uithalen. Toen dacht ik al van, jongen, waar hebben we mee te maken, jongen? Mag ik je even de reden vallen? Het is trouwens een uniek verhaal, deze kende ik nog niet. Maar dat appartement, zonder het adres te noemen van Dirk Sauer, waar was dat bij het Centraal Station? Het is rechts, als je dus met je hoofd aan de achterkant van het water, daar in dat nieuwe gebied, ik weet niet eens hoe dat heet. Oosterdokseiland, nog niet? Ja, daar wel. Nee.
Ja, nou, wat, dan heb ik ook een verhaal. Dan heb ik ook een verhaal van jou, maar daar ga ik geen vrienden mee maken. Oh. En ik ga ook geen disclaimers. Ik doe geen disclaimers. Kijk, Peter van der Meers had een huis. Ja. Een appartement op het Oosterdokse eiland. Dat werd toen gebouwd. Ja, ja, dat is ook de bibliotheek. Dat is de andere kant van de nieuwe rechtbank. En die neukt altijd met Marlies Dekkers. Die, van de lingerie. Nou, ik vind Marlies Dekkers vind ik een fantastische vrouw. En ik mag dit ook niet zeggen. Wat doe je nou weer? Ik mag dit niet zeggen, want Marlies is een leuke vrouw. Weet je, echt hartstikke leuk. Ja, maar Peter van der Meers... En die liep dan van het Rokin, waar de NRC zit, 's middags, trippeltrappel, trippeltrap, naar het appartement op de Oosterdokse eiland. En dan kwam Marlies, en gingen ze hun dingetje doen. En dan liep trippeltrappel, trippeltrappel, trappel, liep hij weer terug naar het Rokin. Dat is geen gerucht, dat is zo. Ja? Ik hoop niet dat ik nu een proces aan mijn reet krijg. En Marlies is een hele leuke vrouw. Marlies is een hele leuke vrouw. Ja, gaat leuk. Ja. En ik ga niemand veroordelen. Ik ga geen twee mensen veroordelen dat ze seks met elkaar hebben. Want dat moeten ze zelf weten. Okay. Maar dat is ook wel een uniek verhaal. En het unieke ervan is... dat toen jij met Derek Sauer zat... het zomaar waarschijnlijk ook kans geweest... dat hij niet alleen met Onno gepraat heeft... maar dat hij ook even met Marlies heeft gesocialized. Net tevoren. Oh mijn god. Ja, dat is een mooi verhaal, hè? Ja, ja. Nee, dat is zeker mooi. Ja, even brengen we nu Marlies... Nee, volgens mij heeft Marlies geen relatie toen. Nee. Nee, dat zijn hele... Dat zijn onze zaken ook niet. Nee, ja, het is maar een goed. Beetje, het is een beetje roddel. Het beetje is een beetje roddel. Ja. Ik kon het niet laten. Nee, je hebt het gezegd. Marlies is leuk. Knappe vrouw ook. Ja, dit is gewoon een mooie show. Ik heb heel veel shows met haar gedaan. Dus ik vind... lang leven Marlies. Over Peter zijn we wat minder enthousiast. Dus even terug naar de basis. Maar als je als man met een minderes gaat... en die draagt haar eigen gemaakte lingerie... heeft ook wel wat. Ja. Maar dat terzijde. Oké, Erik. Even terug naar de... Dus we hebben net even... Dus de vraag is, die is interessant. Komt Henk Bleker opeens straks op het toneel? Ja. Henk Bleker, ja. Dat was ik helemaal vergeten, ja. Ja, dat is... Ik was even afgeleid. Ja. Nee, zeker. Ja. Dus, want Henk Bleker, Bleker is wel goede, rustige, doorgewinderde politicus. Dus dat vind ik wel een partij prominent. Dus dat kan nog wel eens een konijn uit de hoge hoek worden. Maar hij heeft nog veel invloed bij het CDA. Ja, ook nog. Vergis je er niet in. Nee. Vergis je er niet in. Okay. Hij is senior. Ja. Zou die dan willen overlopen of zo? Hij is wel uitgenodigd. Ja, zeker. Het lijkt op een soort mentor. Hè? Dus van Baudet. Maar misschien... Kijk, je weet hoe dat werkt. Als Ze zijn ook samen in Berlijn geweest. Hè? Baudet en Bleker. Hè? Las ik op Google. Bij een of andere beurs. Ja, nee, dus de vraag is... is hij mentor? En als dan zeg maar de buit binnen is... wordt hij dan minister of zo? Zoiets. Ja, dat Baudet gedacht heeft als ik de grootste word... Dat was natuurlijk sprake van. Dan moet ik natuurlijk wel niet die studentjes als minister hebben. Ja. Ik moet wat zwaargewicht hebben. Dat Bleker misschien toegezegd heeft destijds. Het is een beetje lullig nu voor de CDA. Er zullen wat vragen gesteld worden, denk ik. Ja. Maar dat Bleker ook op die Amerikaanse ambassade was, dat vind ik nogal wat. Dat vind ik, maar goed. Okay. Dat is dat. Dus we hebben de naam genoemd. Yves, we hebben de naam genoemd. Ja, dus dat zal weer een heel ding gaan worden. Wat deed Henk Bleker? Misschien moet de ambassadeur weer komen opdraven waarom hij dat... die arme Piet Hoekstra. Hé, Erik. Even nog een vraagje over jou. Hè? Want jouw zoon... Vanochtend. Vertel even. Ja, vanochtend. Leg het eens uit. Kijk, Mijn zoon Mick was vroeger eigenaar van de lichtfabriek. En dat heeft hij verkocht in de lichtfabriek in Haarlem. Dat is een soort paradisootje van Haarlem. Die heeft eigenlijk de evenementen voor Forum voor Democratie... een aantal evenementen voor Forum voor Democratie heeft hij georganiseerd. Mm. Ja, gewoon omdat het zijn vak is. Die jongen is goed, die is stabiel. Het is een andere jongen dan ik. Ja, die is veel minder wild... stabiele jongen, zit een goede kop op. En we hebben natuurlijk aan de keukentafel... Mick, Daan, mijn andere zoon en ik... altijd gepraat over politiek, over de commercie. En Mick die wilde eigenlijk toch wel zeker in zijn dertiger jaren... een carrière in de politiek. Die Thierry die heeft natuurlijk gezien dat Mick goed was...
Ja, Mick heeft met zijn lichtfabriek ook nog een klein beetje... Lichtfabriek BV, de partij ondersteunt financieel. Dat kan je allemaal vinden op Google. Ja, maar moet je wel zeggen... Nee, ik wil het eerst mijn verhaal afmaken. Mag je vragen. Sorry, okay, dat is belangrijk. Het gaat over mijn zoon. Dat is dus goede informatie geven. Okay. Toen heeft Thierry geprobeerd om Mick bij zijn partij te krijgen. Daar is een gesprek bij Mick thuis geweest. En dat was een prima gesprek. Maar Mick en zijn vrouw, hè, want Mick is getrouwd met Diantha Broeks, de anker van Shownieuws. Die hebben samen besloten, we gaan toch even wachten, want het wil toch niet met Forum voor Democratie. Mick heeft die mensen ook gezien die daar allemaal rondlopen. Dat lag hem niet helemaal. Verder laat ik dat in het midden. En die heeft toen met Richard, die is naar Richard de Mos en Mick, dat kwam natuurlijk allemaal. En Jan Roos zat er ook bij. Als persman. En die liggen elkaar. En vanochtend dat staat ook op Twitter, door Code Oranje besloten, of eigenlijk geannonceerd, dat mijn oudste zoon Mick op de vijfde plek gaat voor de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En daar ben ik enorm trots op, Yves. En ik hoop echt, kijk, Mick het is echt een MKB-man. Hij komt er ook in die partij met zijn specialiteit MKB, met een specialiteit Ministerie van Efficiëntie. Daar zit een hele goede kop op. Hè, en ik ben natuurlijk te subjectief om tegen de mensen te zeggen, je moet op hem stemmen, maar je moet echt op hem stemmen. Hmm. Want het is een hele stabiele, eerlijke, fijne vader. Doet geen gekke dingen. Hij is niet zo wild als ik. Hij is veel meer analytisch en gedreven in politieke zin. Dus dat was vanochtend, Yves. Ja, en dan zeg ik toch even, want je weet gewoon, dat gaat De Groene of het NRC, die gaat dat natuurlijk dan weer groot uitlichten. Want Mick heeft een keer een storting gedaan in de partijkas tien ruggetjes, hè, even ordinair gesteld. En hij heeft ook... Wanprestatie. En onbezoldig die evenementen georganiseerd. Dus dat is ook een waarde. Moet het geld terug. Nou ja, weet je wat? Inderdaad, hij zou nu het geld terug moeten vragen, maar er is niks meer. Kijk, weet je, als je jongeling bent, kijk, wij zijn natuurlijk wat ouder hier, maar als je jongeling ben je op zoek, dan ga je dingen doen. Ja. En hij had zijn tent goed verkocht. En dan denk je, wat ga ik nu doen? Hij was heel jong en dat hij al wat centjes doordat hij die tent goed verkocht had. En toen is hij gaan zoeken. Is hij de dingen gaan doen die hij goed in is, evenementen organiseren. Hij is politiek geëngageerd geworden. Ja, en dan maak je een foutje onderweg. Ja, het is geen eens een foutje, want er is niks fouts aan. Je mag doen wat je wil met je cent in principe, als je je belasting maar betaalt. En hij met Richard de Mos en die groep, fijne groep, Tanja Hogewerf zit er ook bij. Hmm. Hebben ze een heel mooi plan gemaakt. En ik denk ook nu met Code Oranje, dat, kijk, het is niet een ultra-rechtse partij, ja, maar met Code Oranje, dat er er gaat natuurlijk met het wegvallen van Forum een gat vallen. Ja, op en Richard de Mos is de grootste partij in Den Haag, omdat hij een man van het volk is. Hmm. En Mick is erg onder de indruk van Richard en zijn drive om gewoon echt op straat dicht bij het volk te zitten. En hij doet dat met het MKB. Dat is niks expertise. En ze gaan ervoor. Ik ben ontzettend trots op die jongen. Ja, okay. Ik hoop dat hij het redt. Ja, ik hoop het. Je weet het. Hè? Ik heb zelf ook twee zonen. En ik heb warme sympathie voor de familie De Vlieger. En ken je dat grap? Ik ga toch even dat grapje aan je vertellen. In Amerika. Op een gegeven moment vraagt een jongen aan zijn vader. En die zegt, Daddy, I'm considering a career in organized crime. En dan zegt die vader, oh yes, oh wow, interesting. Government or private sector? Erik, weet je het zeker? Ik hoop zo niet. Grappig. Ik kende hem, het is zo grappig. Nee, maar ja, goed. Ja, ik hoop. Maar hij zal klappen krijgen, weet je, wat het ook is. Dan gaan mensen natuurlijk zeuren. Ja, het zoontje van De Vlieger. Ja. En dat soort dingen. Maar daar zit hij allemaal niet mee, hoor. Het is zijn eigen man. We gaan het zien. Ga toch op hem stemmen misschien? Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, dat heb je gelijk in. Daar doe ik geen uitspraak over. GroenLinks wil ik het nog even met je over hebben. We sluiten het koningsdrama van Forum even bij deze af. Ja. En we blijven het volgen. Even één interessante tweet. Ik vond dat heel scherp van jou, Erik. Rutger Grootwassing. Die gewoon letterlijk... Ja. We gaan hem even one down... One down. Weet je, dus dat is aan de luisteraar uitleggen. Ja, leg het even uit. Thierry in de problemen kwam. Thierry kwam in de problemen, dat begon. Dus iedereen zag, die gaat het niet redden. En dan gaf hij een tweet, one down.
met dan een more to go. Ja? Mm. Ja, kijk, dat is een ASO, Yves. Dat is een ASO. Ja. En je weet wat ik deed. Ik heb die tweet van hem opgepakt. En toen kwam er net een uur later een artikel dat GroenLinks Amsterdam gewoon 3,3 miljoen had vernietigd. Met betrekking tot foute asielzoekerscentra die dat allemaal niet gelukt is. Gewoon weer wanbeleid. Gewoon 3,3 miljoen, hè? Miljoen, gewoon belastinggeld door het toilet spoelen. Mm. En toen pakte ik zijn tweet op en toen zei ik, two down. Ja? En ja, die tweet die ging keihard, want die was... Korte, harde tweets zijn altijd goed voor als het gaat om retweets en favorietjes, zodat die meer gelezen wordt. Maar ja, ik vind haar asociaal, Yves. Ik vind die gozer, het is Rutger Grootwassing, ik moet die man niet, die is gevaarlijk. Wat ik sterk vond aan jouw tweet is dat... er worden natuurlijk aan de lopende band zinnetjes van politici eruit gehaald, fouten. Ja. Maar dat we een Amsterdamse wethouder hebben die gewoon activistisch het woord one down, alsof het een soort gevecht is Moord tussen is. Badr Hari en Rico Verhoeven. Ja, dan ben je toch niet helemaal goed bij je hoofd. En die dan in diezelfde week naar buiten komt dat hij gewoon 3,2 miljoen euro van de Amsterdammers gewoon door de play heeft getrokken. Door de play. Nul rendement. Nul. Oké. Hey, we gaan het straks hebben over Jaap van Dissel. En we gaan het hebben over wie de Manulev Award gaat krijgen deze week. Mm-hmm. Maar eerst Make Holland Great Again. We gaan het vandaag hebben over Drenthe. We hebben gehad Groningen, het Olympisch dorp. We hebben het gehad Friesland over jouw optie van de Elfstedentocht. Die is natuurlijk permanent briljant, maar ik denk toch het Central Boating Center van de world. We hebben het gehad over de culinaire strip in Overijssel. En ik gun jou Drenthe. Wat gaan we doen met Drenthe, Erik? Nou ja, kijk, Drenthe. Kijk, ik heb de kaart gepakt en ik heb goed gekeken. Drenthe is een beetje een soort in-between niemandsland, hè? Voor veel mensen. Hmm. Met een lawaai, Yves, wat ben je allemaal aan het doen? Oh, ik was even wat papiertjes, veel papiertjes bij me vandaan. En kijk, het zit, geografisch zit het een beetje in een soort tussengebied. Hè? Tussen de Randstad en Duitsland, tussen de Randstad en het noorden van het land. Wat wel mooi is, je hebt Hannover dichtbij. Dat is een hele grote stad, een van de grootste steden van Duitsland, Münster. Vliegveld Wezen, Emmerich, ietsje doortrekken, Hamburg. En je zit op één lijn met Berlijn ook. Hè? Eén lijn, dat is één rechte lijn. Nou, wil ik een thema, heb ik over een thema gedacht voor de provincie Drenthe. En dat is het thema medisch. Kijk, ik denk, dat het zou een voorstel zijn, dat je de grote universiteiten waar doktoren, zusters en allerlei belangrijk medisch personeel wordt opgeleid, dat je die daar naartoe moet verplaatsen. Niet ver van Assen Centraal Station. Dan moet je een aantal ziekenhuizen bouwen die zich helemaal specialiseren op de gecompliceerde ziektes, de gecompliceerde operaties en de gecompliceerde rehabilitatieprocessen. Mensen die een jaar of twee jaar nodig hebben. Die bouwwerk bouw je allemaal in een straal van 50, 75 kilometer. Een beetje bij Emmen, een beetje bij dit. Zorg wel dat je openbaar vervoer in de buurt hebt. En laat de provincies Drenthe zich helemaal specialiseren in het medische gebied. Heel goed geleid, kostentechnisch goed geleid. Doktoren die van een andere ziekenhuis kunnen gaan. Als er ergens een probleem is, kan de ander invallen. Dat je het allemaal een soort, als het ware de hele provincie, een soort, niet één ziekenhuis maakt, maar een hele medische taak geeft. Een groot gedeelte van de medische taak. Zeker de lange taken. Hè? Dus je moet natuurlijk niet denken dat je daar een EHBO-afdeling hebt voor iemand die in Amsterdam een hartaanval krijgt. Nee. Alvleesklierkanker. De operaties die 10 uur duren. De rehabilitaties na hele grote verkeersongelukken, et cetera, et cetera. Ik kan een hele lange lijst maken. En die gehele specialisatie, die niet gebonden is aan de Randstad, en die ook een beetje in de rust kan plaatsvinden. Hè? En dan ook nog eens een keer, daar heeft Drenthe weer ook een bouwvolume, want het bouwvolume in Drenthe is niet erg hoog. Dat je dan, zeg maar, dat hele thema van medisch
langmedisch naar die provincie brengt. Dat is mijn voorstel. Nou, ik vind het een goed verhaal dit. Dus eigenlijk Drenthe als medical center of the world, maar ook dus van Nederland. Ja, en Duitsland erbij pakken. Ja, en Duitsland erbij. Want bijvoorbeeld ook zo'n coronaziekenhuis. Dat heeft mij altijd zo verbaasd. Hoe prettig was het geweest als we gewoon een coronaziekenhuis hadden gehad. Ja. Met voldoende IC-capaciteit, zoals ze dat in Duitsland wel hebben. Ja, dat klaar staat. Ja. Met 1000 bedden of zo. Ja. Oké, nou ik vind hem niet verkeerd. Het is een idee en hij moet natuurlijk onderbouwd worden. Maar ik vind de gedachte heel erg sterk. Hey, in dat kader, hè, vorige keer hadden we het over... Ik vroeg aan jou, ga jij je vaccineren? Daar hebben we best wel veel reacties over gehad van mensen. Ja, je bent niet goed bij je hoofd en zo. Jij zei heel... Ja, ik ben helemaal verrot gescholden. Ja, ik wil van elke producent neem ik een injectie. Kan uitschelen. Ja, nou, ik heb daar zelf niks over gezegd. Ik zei, oké, nou goed van je, Erik, dat zei ik. Ik zou ook mijn persoonlijke standpunt erover zeggen. Ik had een leuk gesprek met Max van Café Weltschmerz. Die denkt wel Max af en toe... Krijgeld. Ja, zit wel een beetje af en toe in hele ingewikkelde complottheorieën te denken. Maar toen zei hij, de broncodes. Nou, ik heb een fles wijn met hem verwed. Ik wil wel weten, Erik, wat de inhoud is van het vaccin. Anders gaat het mijn lijf niet in, voor geen miljard. Daar heb ik wat op te zeggen. Ja, ik ben eergisteren geweest bij de directeur van Pestana. Dat is een van de grootste bedrijven in Portugal. Ik zeg, neem jij een vaccin? Hij zegt, ik wel, ja. Hmm. Ik zeg, welke? Hij zegt, ik neem alleen die Oxford one. Ik zeg, waarom? Hij zegt, nou, die Pfizer, die moet op min 70 graden onder nul, moet die vervoerd worden. Hij zegt, als dat niet gebeurt, bederft het. Maar Oxford-vaccin kan op ijskasttemperatuur vervoerd worden. Ja. Dat vind ik nogal een dingetje. Ja. Nee, dat houdt in dat hele speciale equipment in vliegtuigen en dingen gemaakt moet worden. Wat de kostprijs ook weer omhoog brengt. Maar ik vind het zo vreemd dat één vaccin maar op ijskasttemperatuur vervoerd kan worden. Het Oxford-vaccin. En het Pfizer op min 70. Wist jij dat? Ja, zeker. Ik heb dat ook gelezen. Ik wist dat niet. En over het Oxford-vaccin zeggen ze nu nog... Ja, dat het nog allemaal niet zeker is of alle testen kloppen. Kijk, wat ik er in ieder geval van vind... ik vind het nog steeds schrijnend dat heel veel partijen... zoals we het vorige keer ook hebben besproken... hier heel veel geld aan verdienen. Ik vind dat het een wereldwijd gift moet zijn voor alle burgers, dat het moet kloppen, dat er geen belangen mogen zijn, zeg maar, die hier betrekking op hebben, wat dan ook. En ik kan nu heel stoer doen van, ja, ik doe het ook. Maar ik ben zelf heel erg van, ik geloof in mijn eigen lichaam. Ik geloof ook dat je ziek moet kunnen worden en dat je zelf antistoffen opbouwt. Dus ik sta hier toch iets anders in. Ik pak hem gelijk. Ik pak hem gelijk. Okay, als je het is, pak ik hem gelijk. Dan moet ik hem zelf in mijn eigen been smijten. Oké. Ja. Nou. Oké, Erik. Hey. Word ik weer uitgescholden op Twitter zo direct. Leuk. Leuk toch. Ja. Als ze het maar netjes houden. Hey Erik, we gaan het hebben over waar we het al de hele week over hebben gehad. Geld en macht. Geld en macht. Dus kijk, Erik... Ik wil uitleggen ook waarom wij het zo belangrijk vinden. We hebben het net over Ab Osterhuis gezet, maar we gaan het nu hebben over Jaap van Dissel. Dus ik wil even een hypothese in de groep gooien. Stel nou eens voor, Erik. Rutte en Hoekstra hebben allebei, los van elkaar, hebben zij 10.000 aandelen van de KLM. Dat weet niemand, maar ze hebben dat. Mm-hmm. Dan is het dus verdacht... als zij zich heel erg hard maken voor het steunen van de KLM. Want ze hebben er een persoonlijk belang bij. Ze hebben er schijn tegen, dat wel, ja. Ja, als dat zo zou zijn, hè, dat is zeker niet het geval, maar het is de hypothese. Dus waar wij een beetje nerveus van werden bij toeval over Jaap van Dissel... Mm-hmm. Dat was een toevallig gerucht wat op tafel kwam. Hè, de beruchte 6 miljoen euro... die hij had, dat wij meteen dachten, hoe komt die man aan 6 miljoen euro? Ook de bijzin van, hey, ik wil het van mijn beleggingsrekening halen. Dat je denkt van, had hij dan voorkennis? Dus het bleef bij een gerucht. Dus wat wij toen gedaan hebben, we hebben dat besproken met alle disclaimers van dienst, zonder ook enig verwijt te maken. En we hebben toen een keurige brief, hè, die heb jij ook gepubliceerd, naar Jaap van Dissel gestuurd. Nou, daar hebben wij geen antwoord op gehad, Erik. Nee, want toen ben je doorgegaan. Leg dat de luisteraar uit, precies wat je gedaan hebt. Dat vind ik echt uniek, dat moet je aan detail uitleggen. Ja, dus toen,
Toen denk ik, ik vind het wel raar. Want ik bedoel, je zou maar zo'n brief binnenkrijgen. Dan ga je toch even, ja. Ga toch even op reageren. Ja, ja. Ja, toen ontstond ook bij mij de twijfel. Toen heb ik een redacteur daarvoor vrijgemaakt. Toen heb ik opdracht gegeven aan haar. Ik wil dat je vanaf nu elke dag gaat bellen met het RIVM. Ja. En gewoon vragen of we een reactie kunnen krijgen na een week. Ja. Nou, wat ze gedaan heeft, ja. Erik, ik ga het gewoon in detail voorlezen. Afgelopen maandag gebeld naar het RIVM. Naar aanleiding van 3 reminder mails die we hadden verstuurd. We kregen te horen op maandag, Erik. Ja, we hebben de mail voorbij zien komen. En ja, van het RIVM? Ja, ja, ja. En ja, we zullen erop terugkomen. Nou, prima, denken wij. Dinsdag. Weer gebeld. Kunnen we misschien een reactie verwachten? Secretariaat van het RIVM gaf aan, mondeling, dat ze dezelfde dag of morgen er schriftelijk op terug zouden komen. Dus afgelopen woensdag dachten wij, oké, we gaan nu de reactie krijgen. Maar ja, woensdagmiddag hadden we nog steeds geen reactie. Dus ja, dan gaan we gewoon door. Weer gebeld. Kunnen we misschien nog een reactie verwachten? Nou, en woensdag werd het een beetje grimmig, Erik. Dat bleek, ja, dat kwam uit het telefoongesprek heel duidelijk naar voren. De vrouw die zeg maar mijn redacteur aan de lijn had, die gaf aan, ja, er komt een reactie aan, maar u moet maar afwachten. Dus een soort, het werd een beetje fel. Ja. Toen kregen wij, ja, na een half uur de reactie. Geachte me. Schriftelijk? Ja, schriftelijk. Van het RIVM? Ja, van het secretariaat van het RIVM. Lees voor, leuk. Maar ook Erik, geen naam erbij, dat vind ik ook zo grappig. We hebben bij herhaling gevraagd naar namen. Nee, dat doen wij niet. Dit is ook zo raar, joh. Dus geen namen erbij. Alsof je het lijkt een beetje op de geheime dienst. Ja, toeslagenaffaire. Hier. Ja. En de reactie was letterlijk: we hebben doorgegeven aan de heer Van Dissel. Daar wil ik het verder echt bij laten. Met vriendelijke groet, directiesecretariaat Centrum voor Infectiebestrijding, RIVM. Ja, daar nemen wij natuurlijk geen genoegen mee. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Toen hebben we gevraagd. Kunnen we meneer Van Dissel spreken? Ja, hij is morgen aanwezig. Nou, dus wat doen wij? Dat was dus gisteren. Weer gebeld. Kreeg het secretariaat aan de lijn. Nou, nu wordt het echt grimmig. Heeft u de mail goed gelezen? Is dit ook de reactie die u in de uitzending wil hebben van deze vrijdag? Nou, en de vrouw, zonder naam. Je hebt het over een uitzending, maar wat voor uitzending? Ik gaf aan dat het duidelijk in de e-mail staat en ik dit al verschillende keren heb uitgelegd aan de telefoon. En toen werd het even stil. Toen zei ze, volledig geïrriteerd, je belt nu al de hele week. Wij snappen niet waarom. Waarom is Van Dissels vermogen, dus dat is dan ook een soort erkenning, zo belangrijk voor jullie? Waarom is Van Dissels vermogen zo belangrijk voor jullie? En toen kwam de retorische vraag. Je snapt nu wel dat er op dit moment veel belangrijkere zaken zijn. En we blijven bij de eerdere schriftelijke reactie, waarop mijn redactrice zei, dan nemen we dat mee. Prima, was het korte antwoord. Dat is, dat vind ik, je begrijpt dat er nu veel belangrijke dingen zijn. Houd dus in dat ze, als het er niet zo zou zijn, zou zeggen, het is niet waar, punt. Mm-hmm. Dus ze erkennen, als ik het goed begrijp, dat er iets anders is, maar dat is nu minder belangrijk. Het vermogen van Jaap Van Dissel is minder belangrijk. Ja. Maar dat is er wel. Maar dat is er wel. En gaat, man. Ja, en wat wij, ja. Kijk, wat heeft hij nog meer? Die gast heeft nog meer, jongen. Die geloof me nou. Die, ja, dus wij hebben, we hebben natuurlijk zitten kijken in alle registers. Nou, we zien zijn naam voorkomen met patenten. Toen ook in de eerste keer dat we erover spraken, zeiden van ja, heeft hij misschien een patent? Nou, die hebben we gevonden. We zien ook verbanden. We zien ook verbanden. We hebben de vorige keer gezien, dat had jij heel scherp uitgelegd ook, over waarom zit hij in het huis van zijn vrouw, hè? Of het huis van hun op naam van zijn vrouw. Ja. Dat vinden wij allebei verdacht. Dat hebben we ook uitgelegd. Waarom we, dat is vaak een zet naar voren. Gisteravond, Erik, jij attendeerde mij daarop. Zat hij bij Nieuwsuur. Ja, mooi, hè? Ja. Ik wil iedereen vragen, Erik. Vooral mensen die verstand hebben van gewoon non-verbaal gedrag. Hij was heel nerveus de eerste minuut.
Heel. Ja, kijk, je kan als je op Twitter Nieuwsuur gaat, Nieuwsuur pakt altijd fragmenten. Ja? Die kan je gewoon zien. Ja. Nou, maar wat ik geflikt heb voor de uitzending. Kijk, helaas was Marielle Tweebeke die ondervroeg hem, maar niet Jeroen Wollaerts. Want Marielle Tweebeke zit niet op Twitter. Maar ik ben vanaf 4 uur ben ik begonnen toen ik hoorde dat van 4 uur 's middags. Toen Van Dissel bij Nieuwsuur zat. Hij zei, jongens, vraag jullie nou even naar die 6 miljoen. Dat is een kleine moeite. Ja. Ja, dat is belangrijk. Het is nieuwswaardig. Aan Jeroen Wollaerts heb ik dat getwitterd. Aan Nieuwsuur heb ik dat getwitterd. Er gingen natuurlijk mensen op in. Maar ja, die gaven natuurlijk geen reactie. Ik had natuurlijk ook niet verwacht dat ze dat zouden vragen. Maar als je nou journalist bent, dan je vraagt het in ieder geval even voor de uitzending, toch? Van Dissel, we hebben dit rare verhaaltje. Wat is dat? Ja, oké. Ja, wat zal hij dan geantwoord hebben? Of zullen ze dat gewoon helemaal niet gedaan hebben, denk je? Ik denk dat ze dat niet eens gedaan hebben. Kijk, het is toch... Meen je dat nou? Kijk, is het zo erg? Ja, het is zo erg. Kijk, weet je wat het is? Kijk, er zijn heel veel mensen die, dat weten we ook, complottheorieën, Bill Gates. Maar weet je wat de kern van het complot is? En die conclusie gaat geld. Toch... Geld. Geld. Het is geld. Het is gewoon geld en macht. Ik heb een hele interessante documentaire gezien in Engeland over precies hetzelfde verhaal met de Engelse Jaap van Dissels. De verwevenheid tussen de woordvoerders op tv die vinden dat we gevaccineerd moeten worden. Dat is zo groot met die medische sector en met die lobbyistenverenigingen. Ja. En het kan, Erik, niet zo zijn. En we laten dit ook niet losluisteren, dat u het weet. Nee. We laten het niet... Zullen we naar zijn huis gaan? Zullen we met een camera naar zijn huis gaan? Ja. In een weekend. Ik kom tussen kerst en nieuwjaar kom ik wel terug, hoor. Ja, hoor. Gaan we naar zijn huis? Gaan we samen. Kerst. Gaan we ook echt doen. Gaan we met een camera mee? Wij dus willen gewoon... Wij willen, ja. Ja, nee, maar echt. Wij willen met alle plezier de deskundigen volgen. Maar wij willen alle disclaimers lezen als er sprake is van belangenverstrengeling. Dat is waarom wij hier zo fel op zijn. Absoluut. Wij willen... Ja, juist. Maar het is gewoon onacceptabel als achteraf blijkt... over 10 jaar komt er weer zo'n onderzoek met alle andere namen... zoals we dat hebben gezien bij de Belastingdienst. Ja, waarom heeft niemand het gezegd? Nou, je kan niet zeggen dat wij het hier niet over hebben. Deze mensen, Erik Osterhuis van Dissel, die gaan over leven en dood. Het gaat over bedrijven die dicht moeten. Ja. Het gaat over mensen die hun huis uit moeten. Ja. Er moet wel duidelijk gesteld worden of er belangen zijn. Want het kan niet zo zijn dat die mensen die hier helemaal niks aan kunnen doen... hier met een lange ei door moeten lijden. En dat accepteren wij niet. Ik ben toch als door een wesp gestoken door die zin... er zijn nu belangrijkere dingen. Ja, klopt. Dat vond staat ik ook dat op tussen. Papier? Ja, nee, dat staat niet op papier, maar we hebben alles... Ja, we hebben alles goed bijgehouden, dat je het weet. Ja, als je begrijpt dat niet achteraf gesteld kan worden. Als je daarover gaat liggen, dan is het einde zoek. Ja. Maar Yves, ik vind dat nogal een zin, weet je. Kijk, als het niet zo is, dan zeg je... Meneer Geirat zegt tegen dat hij ophoudt. Dat is helemaal niet waar. En zit hij te zeuren, komt u met het bewijs en laat ons met rust, want we zijn heel druk. Ja. Dat zou ik zeggen. Ja. Ja? Ja, maar als ik bijvoorbeeld... iemand heeft mij in de smiezen... en ik zit in mijn bedrijf aan het redden... die zeggen, ja, de vlieger, ik hoor dat je 5 miljoen achterover gedrukt hebt. En ik zeg, nou, er zijn nu veel belangrijkere dingen, hoor. Ja? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Dus dat stinkt, man. Dat stinkt. Ja, maar wat ik dat stinkt, is wel leuk. Ja, het is nou, leuk. En triest. Ja, het is wel triest. Ja. Kijk, en wat ik wil gewoon dat die mensen waar wij... dus ook Nederlands belastinggeld, die... interviews houden met Van Dissel, met Osterhuis. Vraag nou eens een keer door. Stel deze relevante vraag. Gewoon, heb je belangen of niet? Ja of nee? Dat is toch een simpel antwoord? Wat is er toch met die journalisten aan de gang? Ja. Bart Mos zou ermee aan de gang moeten gaan. Die komt er wel achter. Ja, Bart Mos van de Telegraaf. Dus vind ik toch... dat als je een bedrijf hebt of een beursnotering... En je secretaresse die komt op de telefoon en die zegt... ik heb Bart Mos aan de telefoon. Ja, nou, dan ben je de Sjaak. Dan ben je de Sjaak. Nee, dat ben je ook. Ja, maar ik bedoel, hij heeft toen ook met KPMG... heeft hij ook zo'n moeilijke zaak kunnen ontrafelen. Ja. Ja, dus dit is waar het ons om gaat. Dit is de complottheorie waar wij wel in geloven. Dat geld en macht zo ongelooflijk geïnfecteerd is... In mensen die gewoon belangeloos, zonder enig belang... de gezondheid van ons land, maar ook in de andere landen moeten redden. En Plus het verzuimen van de NPO
lees op 1 25 keer Ab Oosterhuis. En Nieuwsuur. Om over dit kardinale stuk, want ik vind dat inderdaad kardinaal. Ja. Ja, want ze nemen hele ze geven hele belangrijke adviezen aan de regering die daar beleid op maakt, wat ons allemaal treft. En wij willen alleen maar weten of die adviezen eerlijk genomen zijn en niet met een ander belang. Mm. Ik vind dat een hele eerlijke vraag, Yves. Ja. We laten hem niet los. Goed, we gaan gewoon door. We gaan door. Misschien dat meneer Jaap van Dissel hier naar luistert en tegen ons gaat zeggen, jongens, ik heb helemaal geen 6 miljoen. Ja, prima. En ik heb al helemaal niet in maart 6 miljoen gestald bij mijn aandelenportefeuille in een andere industrie. Nou, meneer Van Dissel, klaar. En ik heb geen belangen erbij. Maar kijk, wat tegen hem spreekt is, ik zou ook even die vennootschap noemen, Procensa Technologies BV. We hebben gezien dat hij ook patenten heeft in allerlei registers. Ja. We zien andere namen. Maar voordat de luisteraar denkt hij heeft nog patenten, dan moet de luisteraar ook weten dat hij in de commissie zit die geneesmiddelen goedkeurt in Nederland. Precies. Snap je? Dus zijn er geneesmiddelen bij waar die betrokkenheid hebben met zijn patent. Ja. Dus dat kan maar niet. Maar dat is gewoon de vraag. Wij van WC Eend. Exact. Duidelijk. Ja. Hey Erik. Ik wou het ook, maar ja, de tijd die gaat hard. Ik wou het ook hebben met je natuurlijk over die grote uitspraak die jij toen hebt gedaan over Pieter Omtzigt in zaken de kwestie Demmink. En dat Rutte. Ja. Dat er is wat uit voortgekomen, hè? Ja, er is wat uit voortgekomen. Alleen ik vind dat te groot. Dat gaan we volgende week bespreken. Laten we even kort op Twitter gooien. Ook kort in een podcast gooien. Dan kunnen mensen op Twitter ook allemaal misschien wat dingen uitzoeken. Er was in Scheveningen. En er is naar aanleiding van mijn commentaar dat Rutte, dat Sybrand Buma bij Omtzigt binnen is gekomen en hem verboden heeft om verdere vragen in de Kamer te stellen over Demmink, is er een verzoekschrift gekomen naar het Openbaar Ministerie om de zaak van het Scheveningse moord te heropenen. Dat is het toch, hè? Nou, nee. Het verzoekschrift. Scheveningse bosmoord. Nee, nee. Daarom wil ik het echt volgende week bespreken. Dat kan. Het hoeft niet vandaag. Er is een verzoekschrift gestuurd naar Mark Rutte. Dus een hele slimme jurist heeft dit uitgezocht. Je kan altijd nog een trapje hoger. En de hoogste trap is Rutte. En deze jurist, het gaat om de moeder van Lisa. Maar ik vind het persoonlijk een dusdanig gevoelig onderwerp. We gaan het de volgende week over hebben. Ik heb het verzoekschrift ook ontvangen. Ja. Oh ja? Ja, dus Hebben we toch nog een beetje invloed gehad, Yves? Zeker, zeker. Ja. Hey, we gaan het even hebben. Ja. Dus dat komt volgende week, lieve luisteraars. Ja. Maar even voordat we ons favoriete onderwerp gaan bespreken, Maradona. Wat ik heel leuk vind, tot maandag kan je nog stemmen voor het woord van het jaar. Het woord van het jaar. Dus ik weet niet. Toeslagen affaire maar, hè? Ja. Ze zeggen allemaal dat het de anderhalve meter economie wordt. Maar ik heb zelf eentje. Welke kies jij? Heel leuk toch? Woord van het jaar. Er was ook, ze hadden ook een dozen verjaardagen. Als je verjaardagen moest vieren. Ja. God, je overvalt me er een beetje mee. Ja, ik heb dat je. Hugo de Jonge. Ik ga voor zorgapplaus. Want ik bedoel, we hebben. Zorgapplaus. Ik vind het echt te vergeten gewoon. Ik heb het zelf met mijn eigen ogen gezien. Weet je, ik heb je verteld dat ik nogal vaak in het ziekenhuis ben geweest. In verband met familie. Die mensen van de zorg, die moeten het hele jaar applaus krijgen, dat sowieso. Ja, maar ze moeten ook sowieso gewoon in de analen. Dus ik ga voor zorgapplaus. Toeslagen verder. Okay. Next. Wat hebben we nog meer voor de tijd? Ja, we gaan eerst eventjes. De Manuel Everhard. Ja, die doen we. Ja, zullen we die eerst even doen? Ja, ja. Heb je de jingle? Ja, daar komt ie. Nou, vertel hem maar. Wie? Ik vind Rutger Groot-Wassink. Ja, weet je wie ik vind? Ik vind Rutger Groot-Wassink met zijn first down. Maar dan moeten we even dan moeten we wel even onderhandelen. Ja? Ik vind Wiebes. Ja, dat is wel moeilijk, hè? Ja, ik vind Wiebes kijk, hij zit elke keer te janken en zo. Maar hij heeft eerst. En met die Groningers. De volgende keer gaat hij de boeren redden. Hij kan een sigaar roken onder de douche, die kerel. Ja, zo'n grote neus heeft. Ja, nee, maar. Ja, Erik. Maar wat doen we? Wiebes of Groot-Wassink? Wiebes. Oké.
Ik heb er geen actieve herinnering aan. Gefeliciteerd, meneer Wiebes. Oké, dankjewel. Gooi hem straks maar op Twitter. Dus de Manolev Award is voor Erik Wiebes. Deze week. Dan Erik, eerst eventjes. Dit is toch even de mooiste geluidsfragmenten als ik denk aan Maradona. Life is life. Dan gaan we even. Heerlijk. Ja, Erik, de grootste Argentijn is ons ontvangen. Ik denk nog groter dan Eva Perón of Evatje was haar bijnaam. Evita, de spiritual. Ja. Dus hij was de spirituele. Ja, Evita Perón. Ik bedoel, dat was eigenlijk de grootste Argentijn. Maar zij was de spirituele leider van het land. Maar volgens mij is Maradona de grootste Argentijn ever. Heeft het jou geraakt, Erik? Nou, het heeft me niet geraakt. Okay. Maar ik vind het natuurlijk wel. Ik heb gisteren die film weer gezien op NPO 3. Ja, dat moet ik toch wel even slikken. Die man is ons ontvallen. Maar kijk, ik vind dat het nog knapper is dat hij 60 is geworden. Ik heb uitgerekend. Kijk, als je elke dag 1 gram coke snuift. Dat is 365 gemiddeld. Dat is 365 gram. Dat doe je 30 jaar. Dat is 10 kilo. Ja, en dat hij toch 60 jaar is geworden, dat is knap. Ja, dat is knap. En ik heb vooral een beetje medelijden. Hij voetbalde in Napels. Hij kwam in handen van die Camorra. Daar zat hij echt in handen met drugs en dingen. Zeker. En weet ik veel wat. En hij wilde verkocht worden. En hij is toen naar de voorzitter gegaan. Dat vind ik het triest. En die voorzitter, hij zegt, kan je me niet verkopen? En die voorzitter, dat doe ik niet. Nee. Ja? Maar hij wilde gewoon ontsnappen. Want hij zag... Kijk, mensen, dat voel je. Kijk, mensen die aan drugs verslaafd raken, die krijgen ook een punt, een omslagpunt. Van oké, als ik nu doorga, gaat het fout. En ik heb misschien nu nog een way out. Hmm. Ja, en ik zag in een film, zag ik dat hij in Napels, dat hij toch nog fit was op een of andere manier. Maar wel in die handen van die Camorra met die drugs zat. En hij moest maar opkomen draven en dingen. Die had hem helemaal in zijn macht. Ja. Maar als hij wilde misschien gewoon naar Bayern München verkocht worden, waar hij onder een veel stringenter beleid zijn verdere leven kon inrichten. En dat raakte me wel, Yves. Ja, nee, maar ik zal vertellen over die daar zeg maar naar die persconferentie ging. We hebben even uit. Ik ga je vertellen over. Dat is een andere docu. Want gisteren was op de NPO een docu over het leven van Maradona. Maar zelf ben ik heel. Dus mijn kijktip ook van deze week. Ik ben heel erg gecharmeerd van de documentaire van Asip Kapadia. Die heeft ook een hele mooie documentaire gemaakt over Ayrton Senna. Ja. Ja. Dat heet gewoon Diego Maradona. Ja. En daar zit in die documentaire, Erik, zit een fragment. Dat er is de persconferentie bij Napoli en Maradona zit daar. En dat was toen een hele andere tijd. Hè? De pers die zat gewoon achter je, voor je. Ja. En om dat, je heen, kom je aanraken. Ja, en dat is echt zo'n gekkenhuis. En wat er gebeurt... Ja. We hebben het fragment in het Italiaans en ik zat even uitleggen. We moeten er even heel even naar luisteren in het Italiaans. Io vorrei sapere se Maradona sa che cosa è la Camorra e se lui sa che i soldi della Camorra qua sono dappertutto anche nel calcio. Un attimo per favore, a questa domanda risponde il presidente del Napoli, ingegner Corrado Ferreira. Questa domanda è assolutamente inoffensiva, io sono veramente mortificato con quello che sta facendo la signora Perona. Ja, dus wat gebeurt er? Een journalist die vraagt gewoon, alsof het over een lucifer-doosje gaat. Ja, hoe zit dat nou? De Gamora die heeft deze transactie gefinancierd. Vraagt hij gewoon aan de voorzitter. Ja. Dat Italiaanse temperament. En die voorzitter, die wordt zo woedend. En die begint echt, die journalist uit te schelden. En de zaal, iedereen klapt met hem mee. En hij zegt wegwezen. Het hoofd van Maradona, die zit daar. En die had een dag ervoor een interview gegeven aan de Spaanse pers. Waarom ga je naar Napoli? En toen had hij gezegd, voor mijn rust. Ja. Hij komt daar in dat gekkenhuis. De totale gekkenhuis van Napels. Ja. En, ja.
Maar ook de liefde van Napoli. En de, ja, ik vind het zo mooi. Ik moest steeds janken toen ik al die beelden zag. En niet vanwege verdriet, maar misschien vanuit die vezels dat deze man... En dat is ook het bewijs voor mij dat sport zo belangrijk is in het leven, Erik. Hij symboliseert gewoon de trots van iedereen. Dat vond ik zo mooi. Ja. Dat vond ik Maradona. Ik heb voor je luisteraars en voor jou heb ik een... Deel ik een unieke ervaring met jullie. Ik had een, toen ik nog in de naaimachine zat, had ik een hele grote klant in Napels. Twee jongens, best jonge jongens, goede gasten. Betaalde netjes, gewoon keurige gasten. En toen kwam ik met mijn vrouw, de moeder van mijn kinderen, gingen we bij die mensen een weekend op bezoek, gingen we de Capri en dingen. En toen was de wedstrijd Napoli-Milan. En ik ga je, dat was Falcao, Maradona, Van Basten, Rijkaard en Gullit. Ja. Die heb ik alle vijf op het veld zien staan. Milan won. 0-2 geloof ik, doelpunt van Basten. Of 0-3, ik weet het niet meer. Die hele klassieke wedstrijd. Ik heb daar gezeten in dat stadion met al die Napolitanen. Ik was natuurlijk voor Milan, maar ik kon dat niet. Dat zeiden ze ook dat niet laten zien. Niet doen. Die tanden is eruit. Dat gaat niet. Ik zat natuurlijk met een blonde vrouw daar. Mensen zaten al te kijken van wat zijn er voor gasten. Ik heb dat, die hele herinnering, die staat gelezerd in mijn DNA. Wat ik daar gezien heb. Ik heb nooit iets anders live in een wedstrijd gezien. Misschien bij Ajax ook nog. Maar dat was zo uniek. En ik ben zo dankbaar, Yves. Zo dankbaar. Dat ik die vijf spelers op één veld heb gezien. Toen realiseerde ik me dat wel. Maar nu, achteraf realiseerde ik me. Wauw, wat heb ik gezien. Mooi verhaal, hè? Ja, prachtig. En dat, het is ook de jij vertelt ook waarom. Ik pleit er al mijn hele leven voor. Sport is iets wat ons bindt. Dan hebben we geen ruzie met. Dan zijn we één, weet je. Dat, investeer nou gewoon als land ook in sport. Het is zo... Ja. Het raakt je hart, het raakt je vezels. Ook die emoties, Erik. Ja, ik vind het zo mooi. Ik mis dat ook. Ja. Ja, maar Yves, weet je wat ik ook heb? En dan heb ik heb echt kritiek op Feyenoord supporters. Gisteren ga ik voor de televisie zitten en ik hoop dat Feyenoord wint. Ik hoop gewoon dat het een Nederlandse club is. Ja. Maar als Ajax woensdag tegen die Denen speelt, dan zie ik gewoon allemaal Feyenoorders op Twitter hopen dat Ajax verliest. Ja, maar hoe Erik, kan dat nou? Ja, maar dat heeft gewoon te Wat maken... Wat is dat nou toch? Dat begrijp ik. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat Ajax zo lang kampioenschap heeft gewonnen. Ik zou je zeggen, Erik, ik ga altijd naar Feyenoord-Ajax met Benno Leijzen. Ja, die heeft daar een skybox, hè? Nee, gewoon. Lekker tribune. En ik geniet altijd van die Feyenoord-mensen, jongen. En die sfeer, en dan trilt het. Hè? En dan gaan ze dat... Ja, ik ben echt... Ik bedoel, ik ben niet tegen Feyenoord. Ik ben voor Ajax. Ik ben niet tegen PSV. En omgekeerd respecteer ik iedereen. Maar ik moet je zeggen, als ik in dat Feyenoord-stadion ben... Wauw, dat is zo mooi. En dat die hartstocht. En natuurlijk haten ze op dat moment. En dat mag ook. Ze mogen me ook uitschelden. Maakt me helemaal niks uit. Maar daarna... Ja, heb jij dat? Als ik de eerste 10 rijen in het stadion ziet... en die jongen moet een uitbal nemen... dan krijgt hij alle kankers naar zijn hoofd krijgen. Oké, maar ik vind ook emotie bij sport, jongen. Dat is zo mooi. Heerlijk. Ik hou van dat rafelrandje. Hey Erik. Okay. Ja. Ik ga je een mooie verjaardag wensen. Want als ik het goed begrepen heb, ben je zondagjarig. Ja, zondagjarig, man. Ik word 61. Godsamme. Ga je wat leuks doen? Ja, kijk, het is hier natuurlijk lockdown. Ja? Niet niet in mijn gemeente. Hmm. Maar de gemeente Portimao, links van mij, met mijn rug naar de zee. En Albuvera rechts van mij. Dan mag je in het weekend na 1 uur niet meer de straat op. Hmm. Ik heb natuurlijk een ontheffing gekregen. Omdat ik een bedrijf heb met allerlei locaties. Dus ik kan wel rijden. Maar we gaan niet naar een restaurant. Dus we gaan thuis een diner. We zijn met z'n tienen en we gaan een prachtig diner maken. En dan gaan we het gezellig maken, met z'n allen. En voor de rest doen we niks. En misschien krijg je een mooi cadeautje van de notaris. Ik krijg zeker een mooi cadeautje. En dat zeg ik tegen haar, schatje, ik heb alles al. Ja? Ik ben een antimaterialist. Hmm. Ja, en die vrouw is in zoverre een materialist. Als ze langs een winkel loopt, staat een mooi beeldje en dan koopt ze dat. En dan zet ze weer op een tafeltje. En ik word gek van die prularia. Dus daar word ik echt gestoord van. Ik vind het niks. Dus ik vraag, liefie, het eten is goed genoeg. Maak je niet druk. Maar gisteravond waren ze toch weer aan het winkelen met z'n allen. En dan denk ik dat ik weer allemaal cadeaus moet uitpakken zondag. Zwa. Nou, Erik, geniet van je verjaardag. En dan zeggen we zijn eruit.
We zijn eruit. Ik vond het een mooi gesprek. Okay. En ja. Dank voor je geweldige bijdrage. We gaan het zien. Ik spreek je weer snel. Oké, man. Hoi, tot volgende Adios. Week. Hoi, hoi. Ja, lieve luisteraars. Ja, ik was zeker geraakt en ontroerd vooral door het overlijden van Diego Maradona. Je wist dat het eraan zat te komen. Een dood die zoveel tranen van geluk ook oproept. Dat is heel raar als iemand overlijdt. Want ik moest denken aan al zijn mooie momenten. En dat emotioneerde ook mij. Dus mijn gedicht voor Diego. Oh, Diego Armando Maradona, wat hebben we van je genoten. Jij, ongrijpbare Sphinx, met die mooie elastische poten. Legendes zoals jij komen via de hand van God. Jij, jonge God, met mooie kuiten, jij was ons lot. De grootste voetballer aller tijden. Oh, Diego, nu ook verlost uit jouw lijden. In de hemel wacht jou een rol. Hopelijk, samen, met Cruyffie, heel veel lol. Oh, Diego, van jouw fluwelen linkervoet kwam de mooiste aller tijden. Deze hartstocht van Victor Hugo Morales is onze pleister voor het lijden. We hebben de beelden gezien van die unieke, prachtige goal tegen Engeland. Lieve luisteraar, sluit uw ogen. Geniet van dit Zuid-Amerikaanse commentaar. U zult er waarschijnlijk helemaal niks van begrijpen. Maar sluit de ogen en geniet ervan. Dit was de Gigs van deze week. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, ¡gol!